Ik zie er misschien een beetje eng uit of raar, maar ik zit voor het licht van mijn computer. Het is 20:10 s'avonds en ik wil nog snel eventjes iets zeggen voordat jullie deze vlog kijken. Ik merk, want ik ben nu de vlog aan het editen, ik merk dat ik heel veel vertel over wat ik doe voor school en echt exact van en ik moet dit doen voor Frans en ik moet dat doen zo bijvoorbeeld. Maar ik wou dat eigenlijk net een beetje vermijden. Zo van echt heel inhoudelijk gaan op wat ik doe voor school. Maar ik merk dat ik dat in deze eerste vlog toch gedaan heb. Nu wou ik dat graag even melden, zodat jullie dat weten. Maar ik ga daar vanaf volgende vlog heel hard op beginnen letten. Of proberen toch om dat wat te vermijden. Om echt minder uitleg te geven over wat ik doe voor school en wat ik moet doen. Want dat is volgens mij voor jullie minder interessant. Dus ik wil me alvast even een beetje excuseren voor dit. En ik hoop dat jullie dat niet zo erg vinden. En vanaf volgende vlog zal het hoogstwaarschijnlijk veel minder en toch wat anders gevlogd zijn. Dus hopelijk kijken jullie daar ook naar uit. En ik wens jullie voor nu heel veel plezier met het kijken van deze eerste vlog. Hey iedereen en welkom bij mijn eerste Road to Graduate vlog. Het is vandaag dinsdag 1 mei. En het is dus de eerste dag van de nieuwe maand, trouwens. Ja, het is nu 11:45 en ik open bij deze de vlog. Ik wil wel eerst even zeggen, als je nu niet zo goed weet waar dit eigenlijk rond draait, wat nu eigenlijk de bedoeling is, wat het eigenlijk is, raad ik je aan om even... Wacht, nu ga ik een gokje doen. Daar. Nee, daar. Een van de twee hoeken, oh my god, ik ben het gewoon helemaal vergeten. Om eerst even mijn vorige video te kijken, daar leg ik uit wat de bedoeling is van deze vlogs. En dan kan je daarna gezellig deze video kijken. Voor degenen die het dus wel weten, die weten het dus. En ik ga nu om te beginnen in mijn planner schrijven wat ik vandaag wil doen voor school. Want dat gaat dus deze vlogs om, omdat ik mijn laatste 2 maanden van het middelbaar ga vloggen en dat het over school zal gaan. Dus ik ga dat nu in mijn mashup-planner schrijven, dus in mijn agenda-planner. En dan laat ik het jullie zo eens even zien. Dus, dit is wat ik voor school moet doen. Die geschiedenis moest ik gisteren eigenlijk doen. Maar ik ben... het begint weer, dat focussen. Ik ben gisteren met mijn mama naar Weinigem gaan winkelen. We waren laat thuis en ik was moe, dus ik heb dat niet gedaan. Dus daarom moet ik het vandaag doen. Dat is eigenlijk voor mezelf lastig, maar het is nu zo. Ik heb ook een boekbespreking van Nederlands binnenkort. Dus ik moet dat ook dat boek lezen. Ik moet aan mijn didactisch model werken en ik heb deze avond een derde training. Ik wil eigenlijk graag ook eens een beetje uitleg geven over dat didactisch model. Want dat is een beetje iets raar. Ik moet dus voor school, voor mijn eindwerk, een visuele voorstelling maken van de werking van de bloedcellen. En dan denk je misschien, wat is dat allemaal? Maar in uw bloed zitten dus bloedcellen en daarom, die hebben allemaal een functie. En daarover moet ik dus een didactisch model maken. Nu heb ik dat helemaal uitgeschetst en helemaal uitgetekend. En dat hebben jullie kunnen zien in mijn vlogmussen van mijn kerstmis. En ja, de bedoeling daarvan is dus om als eindresultaat... Ik weet niet of er echt een eindresultaat... Ja, er zit een eindresultaat in. Als eindresultaat dit te verkrijgen. Dus ik weet niet dat jullie dat goed zien. Dat is dus een buis. En daarin zitten allemaal gemaakte pomponnen waarin de functie tevoorschijn komt, zeg maar. De rode bloedcellen moeten bijvoorbeeld zuurstof vervoeren. Dus dan ga ik een blauwe pompon plakken aan een rode pompon enzovoort. De bloedplaatjes die vullen wondjes, die genezen wondjes enzovoort. Dus dat is eigenlijk mijn bedoeling dat ik ga doen. En daar moet ik misschien aan werken. Ik moet dat afgeven volgende week maandag, 7 mei dus. En ik heb er nog wel wat werk aan. Ik moet ook nog met die buis helemaal aan de slag. Maar vandaag moet ik dus nog pompon maken. Ik heb er al een paar. Hier heb ik al... Ja, mijn kamer is dus ook een stort. Want dat is vol plush en allemaal dingen. Maar ik heb dus al een pompon. Dit is een bloedplaatje. En ik heb nog ergens een pompon. Dit is een witte bloedcel. Dus ja, dat is al voor mijn didactisch model. Ik ga daar dus nu nog aan voortwerken. Dat ga ik nog niet echt vloggen. Ik ga jullie gewoon straks laten zien welke pomponnen zo ik heb gemaakt. Want ja, pomponnen maken.
En voor de rest moet ik ook nog dingen daarin aanpassen in die bundel. Want nu kloppen er een paar dingen niet meer. En blablabla. Dus dat is allemaal heel lastig eigenlijk. Het is gewoon lastig. Maar ja, ik ga het nu even doen. Ik wil jullie ook nog een tip geven in verband met plannen en dingen opschrijven. Ik zal het even tonen. Kijk, nu heb ik hier opgeschreven didactisch model, dat ik daaraan moet werken. Maar er zijn ook dingen die daar ook nog aan moeten gebeuren. En die schrijf ik dan hier. Ik moet, ja, jullie snappen dat nu misschien niet. Rode bloedcel moet ik aanpassen en de grootte van het bloedplaatje moet ik aanpassen. Dus daar schrijf ik, hier schrijf ik het concreet en hier schrijf ik uit wat ik precies moet doen. Dus, ik heb nu... Ik heb nu mijn vierde pompon af, denk ik. En ik ben nu toch wel meer dan 2 uur bezig. Dat vraagt gewoon echt veel werk en het is echt saai en stom. En ik vind het niet meer leuk. Ik ben eigenlijk echt kotsmoe. Ik ga hierna wel denk ik nog 1 pompon maken, namelijk een groene. En dan ben ik... bijna klaar met de pompons. Maar dat ga ik morgen voortdoen ofzo, want nu ben ik het echt heel beu. En ik ga ook even laten zien wat ik tot nu toe al heb. Allee, gemaakt. Dus ik heb er nu 4 gemaakt, zeg maar. Ik heb dit gemaakt. Het lijkt een beetje op een gezichtje, zei mijn broer. Maar dit is een rode bloedcel. Dan heb ik dit gemaakt. Ik ben even vergeten wat dit is. Dat is wat. Dit moet hemoglobine voorstellen en dit moet zuurstof voorstellen. Dus dan kun je dat er zo met die velcro opplakken, want dat vervoert dat zo gezegd. Die hemoglobine zit er sowieso op. Nu moet alleen die blauwe er nou bij en dan is dit mijn rode bloedcel. Voor de rest is mijn kamer echt een stort. Ik kan je dat live tonen. Dus hier ligt allemaal rommel. Maar zeker ook hier en op mijn bureau ook. Maar goed, ik ga nu nog die groene maken. En dan ga ik daarna met de pomponnen stoppen voor vandaag. En nog even iets anders doen. Want ik moet ook vandaag nog in mijn boek lezen. En ik heb nog training. Ja, dus dat wordt nog veel. Hello, guys. Dus het is... mijn wekker werkt niet. Oh, het is nu 7 s'avonds en binnen 3 kwartier moet ik vertrekken naar de bus, want ik heb dansles, moderne training, zoals jullie misschien wel weten. En ik moet nog stofzuigen hier en dan moet ik nog even wat geschiedenis doen. Dus dat ga ik snel doen, dan ben ik er dan af en ik zie jullie misschien nog na het stofzuigen, als ik geschiedenis aan het doen ben of zo, of anders niet meer. Vandaag woensdag 2 mei en vandaag is het een drukke dag. Ik zal het zo zeggen. Ik wist even niet wat ik moet zeggen, maar het is vandaag een heel drukke dag. Ik moet vandaag heel veel voor school doen. Ik moet voor mijn didactisch model werken. Ik moet aan mijn activiteit werken. Ik moet ook mijn boek lezen voor de boekbespreking. Dan heb ik ook nog gewoon testen daarbuiten, maar daar moet ik nu vandaag gelukkig niet aan werken, morgen wel. En zo van die dingen, dus het is een drukke dag vandaag. Ik heb net al dingen bijeengezocht voor de activiteit van morgen. Nu moet ik zelfs nog aan mijn actiefiche werken, samen met Fleur. Die doet dat gewoon thuis en ik doe dat gewoon thuis, maar dat moet gebeuren. En ik ga deze avond normaal ook zwemmen. Dat ga ik niet doen vandaag. Ik ga wel naar de dansles. Maar dan kom ik gewoon terug naar huis met de bus. In plaats van nog te gaan dansen. Dat is zo mijn eigen groep.
En dat zou ik normaal nooit doen, alleen als het echt druk is. Ik heb ook daarstraks tijdens de les in de klas een to-do-lijstje gemaakt van wat er nog allemaal moet gebeuren. Dus het lijkt niet veel misschien, maar het is wel veel. En ja, dat moet ik nog. Allee, dat moet ik zeker nog allemaal doen. Niet per se vandaag, maar toch al veel moet vandaag gebeuren. Dus ik ga daar nu gewoon snel aan beginnen en ik spreek jullie in de loop van de dag nog. Hallo kus, het is nog steeds woensdag en ik ben nu nog volop voor school bezig. Het is nu 3:45. En rond 3:30, 4:15 moet ik me omkleden om te dansen. Ik heb mijn legging al aan, maar moet ik nog topje aan, een t-shirt aan doen. Ik moet ook nog eten en zo. En ik moet om 4:45 vertrekken. Nu ga ik nog foto's in mijn didactisch model planning zetten. Dus ik heb daar net tijdens mijn het maken foto's getrokken. En die moet ik dus nu nog in mijn planning zetten. Dus ik ga nu gewoon nog wat voortwerken voor school. Maar ik kan at the moment toch al iets doorstrepen. Ik ga jullie gewoon zo even zetten. Daar hebben jullie totaal geen nut aan of zo. Maar ik ga het toch even doen als ik mijn latje vind. Dat is ook cool. Ja. Ik vind mijn latje niet. Het zou fijn zijn als dat hier ergens ligt. Ja, oké, ik heb het. Dus ik mag al iets doorstrepen. Het stuk didactisch model moet ik al schrappen, want daar ben ik vandaag voor klaar. Ik had ook hier een hele lijst gemaakt met wat ik allemaal moest doen. En zoals je kan zien is er al veel doorstreept en ik kan zelfs nog doorstrepen. Dus ja. En voor de rest heb ik nog niet nog niks gedaan, maar dat was heel veel werk. Dus daar ben ik nu van af. Gelukkig ben ik heel blij voor. En ja, dan ga ik. Oh, ik ben iets vergeten. Ik moet er nog een puntje van bij zetten. Ik moet nog aan een actiefiche werken ook. Maar dat is iets voor na de training. Ik ga nu voortdoen. Hallo, het is 8:30 en ik ben thuis van de dansles en ik ben in de douche geweest. En ik zit nu terug achter mijn bureau, want ik moet samen met Fleur, dat is een groepsgenoot. Alleen een groepsgenoot, dat is een meisje waarmee ik mijn actiefiche en activiteit moet maken en uitvoeren. En daar moet ik nu dus nog iets voor doen. Samen met haar, als ze actief is tenminste. Ze is 28 minuten geleden actief geweest, dus ja, we zullen wel zien. Ik ga dat nog doen en daarna nog in mijn boek lezen en dan slapen. Dus waarschijnlijk spreek ik jullie niet meer vandaag, misschien nog wel. En anders tot morgen of zo. Hey iedereen, het is vandaag donderdag. En het is nu 5:00 ongeveer. We hebben net al avond gegeten, want mijn broer moest nog ergens naartoe voor de voetbal. En daarom moesten we vandaag uitzonderlijk eens vroeg eten. Ik heb natuurlijk zoals elke andere dag weer iets te doen voor school. En ik ga eerst in mijn Masha-planner opschrijven. In mijn planner gewoon. Ik zeg altijd Masha-planner, maar dat is wat. Eerst ga ik opschrijven wat ik moet doen. En dan ga ik dat even aan jullie laten zien. Op de planning vandaag staat mijn wiskundetest leren. Daar heb ik dus morgen een test van. Logisch. Ik moet mijn boek lezen voor Nederlands. Oh ja, ik ben nog iets vergeten op te schrijven. Maar dat zal ik zelfs nog even laten zien. Ik moet ook nog aan mijn actiefiche werken. We hebben vandaag onze activiteit mogen oefenen. Daar zijn een paar conclusies uitgekomen. We gaan nog een vierde hoek maken. En ik moet ook een vlog bewerken vandaag. En ik heb het hier keilelijk afgestreept. Bewerken. Wat is dan bewerken? Maar zwart. Ik moet dus nog opschrijven. En wie samenvatting voilà, dat moet ik ook nog doen vandaag. Het is nu 10 voor. Wow, het is al 10 voor 9. Oh, shit.
Dus ik ben klaar voor mijn school vandaag. Of ja, ik stop mijn schoolwerken voor vandaag. En ik ga nu op mijn bed zitten en dan een vlog bewerken. En dan daarna ga ik mijn pyjama aandoen, gezicht aanschminken, tandenpoetsen enzovoort. En dan ga ik nog een hoofdstukje in mijn boek lezen. Dus dat ga ik nog doen voor vandaag. Maar ik ga wel bij deze de vlog afsluiten. Ik hoop dat jullie van deze vlog genoten hebben. Doe zeker even een duimpje omhoog als je dat vond. En abonneer ook zeker even om op de hoogte te blijven van mijn andere Road to Graduate vlogs. En ja, ik wil jullie nogmaals heel erg bedanken om te kijken. Laat zeker ook even achter in de reacties wat je er al tot nu toe van vond. En ik zie jullie heel graag in mijn volgende vlog. Daag!